Hey guys, ik zie er misschien een heel klein beetje raar uit, maar dat komt omdat we aan de tweede metamorfose van de makeover-serie beginnen. Ik zie eruit als een pop, maar welke pop dat is, dat komen we zo te weten. Ik heb vandaag dus een heel leuk pakketje binnengekregen met drie verschillende poppen uit de nieuwe serie Rainbow High. We hebben dus de paarse, super fancy, super leuk. Het komt altijd in twee setjes qua kledij, wat ook mega tof is. Dan hebben we ook de blauwe, ook super fancy, maar een van mijn favoriete kleuren uit de regenboog is geel. En geel staat voor Sunny Madison, dus vandaag gaan we ons omtoveren tot haar. Oké, stap 1 is de huid vervolledigen. Ik heb nog nodig contour, highlight, blush en bronzer. En haar skin is vrij tint. Ik ben super, super wit op dit moment. Dus ik ben een beetje aan het overdrijven met de bronzer. Ze heeft vrij roze kaakjes. Dus ik ga deze lichtroze blush pakken. In haar highlight zie ik ook wat lichtroos. Ja, mijn poppetje staat hier naast mij. In haar highlight zie ik ook wat roos en paarsachtig. En ik denk dat ik hier de ideale highlighter voor heb. Als de fix spray gebruik ik de Fix Plus Gold Light. Hier zitten zowel van die gouden stukjes in, waardoor er nog meer shine op mijn gezicht is. Dan is het nu tijd voor stap 2, de ogen. Ze is de gele kleur van de regenboog, dus ik heb hier enorm veel geel en goud klaar liggen om exact haar eye look na te bootsen. Glitter time! En onderaan haar oog is ze ook een heel klein beetje roos. Tijd voor eyeliner! Ik ga nu eventjes off-camera om lashes, mascara en om een lens in te steken. Want ze heeft groene ogen en uiteraard heb ik hier bruine. Dus ik zie die zo terug. Oké, hier ben ik weer. De ogen zijn helemaal compleet. Dat betekent dat we verder kunnen gaan naar stap 3, de lippen. Ze heeft een hele rare kleur, zowat roze-paarsachtig. Dus ik heb hele gekke kleuren boven gehaald en hopelijk kan ik de juiste kleur matchen. We beginnen met lip liner. Ze heeft heel ronde lippen, dus ze heeft eigenlijk op het middenste stuk meer volume dan mij. Dus ik ga daar een beetje overlinen. Dit is het volgens mij ongeveer qua kleur, dus dan gaan we er nu met de gloss op. De lippen zijn compleet, dat wil zeggen dat we naar de voorlaatste stap kunnen gaan, het haar. Ze heeft een enorm gek kapsel, ze heeft een middenstreep, maar ook een frou. Er hangen ook lokjes uit die gekruld zijn. Ze heeft twee dotjes en de rest van het haar is gestyled, dus dat moet lukken. Oké, dus dit gedeelte wordt dan mijn froufroetje.
dit, het gekrulde deelte. Amai, mijn lens verspringt heel de tijd. Verschrikkelijk. Irritant. Ik kan die even uitdoen. Dit is een super gek beeld, maar het werkt wel even beter. Oké, dus die lens ga ik er straks terug in doen. Hier ben ik dan met stap 5 ook vervolledigd. Stap 5 is de kledij. Wil je die checken? Vergeet dan zeker niet te kijken naar mijn TikTok, waar ik ook een full transformation doe. Dus ja, dit is Miss Sunny Madison. Of wij zijn Miss Sunny Madison. Ik hoop dat jullie deze video super leuk vonden. Als dat zo is, vergeet dan zeker geen duimpje omhoog te geven en te abonneren op mijn kanaal. En dan zien wij jullie heel graag terug de volgende keer. Ciao!